De scholen zijn weer begonnen. Verenigingen komen langzaam weer op gang. En ook het kerkelijk seizoen gaat weer van start. Mark de Boer is dominee bij de evangelische gemeente Rafael in Almere. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben jullie ook zoiets als een startzondag? Ja. Ja, ik denk dat dat een hele goede gewoonte is. En dat doen wij ook. Dus dit keer een beetje tweeën. Afgelopen zondag zijn we al wat begonnen in klein verband. Maar komende zondag starten we het nieuwe seizoen. Oké, okay. En wat heb je op programma staan als, om die startzondag te benadrukken? Nou, het is op zich een gewone kerkdienst met de zangdienst en preek. Maar die staat in het teken van wat we het komende seizoen gaan doen. En dat is een onderwerp, gaan we wat verder, de grote lijn van het onderwerp wat we het komende seizoen gaan behandelen, werken we uit, vertellen we iets over. En nou, het is eigenlijk ook de eerste keer dat we weer als hele kerk bij elkaar kunnen komen. Dus het is ook een moment om echt even te vieren dat we elkaar weer kunnen zien. Oh ja, met z'n allen? Ja, wij zijn niet zo'n hele grote kerk, maar we kerken wel in een vrij groot gebouw, de Zuiderpoort in Almere stad. Mm-hmm. En dat is in ons voordeel in deze tijden. Dus ja. wij kunnen met de mensen ongeveer allemaal weer samenkomen. En hoe groot is niet heel groot? Nou, we verwachten ongeveer 60 à 70 mensen. Zonder. Juist. En dan kun je mooi anderhalve meter afstand van elkaar houden. Ja, de hele zaal is ingericht. De stoelen staan allemaal netjes gemarkeerd. En die afstand is allemaal, al die coronamaatregelen, die zijn door de zomer heen goed toegepast. We hebben al een paar keer geoefend met nog kleinere groepen. Dus we zijn er klaar voor. Ja, maar jullie hebben ook, ik ga even een ouderwets woord noemen, hagepreken gehouden in het kathedralenbos, ja. Toch? Hoe is dat bevallen? Ja, dat klopt, ja. Ja, we hebben met elkaar voor de zomer over gesproken. En in de zomer hebben we het afgewisseld. We zijn een aantal keren inderdaad in het kathedralenbos geweest. Eigenlijk een heel ontspannen manier, hoor. Dus je moet niet denken aan stoeltjes en dat ik daar in een toga voor sta. Dus op een hele ontspannen, informele manier zijn we toch kerk geweest. Als gemeenschap samengekomen, hebben we iets gedeeld. Ik heb inderdaad gesproken, gepreekt. Maar we hebben lekker met de gitaar gezeten en gezongen in de buitenlucht. En dat was heerlijk. Het was natuurlijk ook heel vaak heel mooi weer. Ja. Zeker in augustus. Dus dat is ook wel fijn, ja, inderdaad. Ja. Ja. Zeg, en komende zondag hebben jullie toch wel een heel bijzondere dienst volgens mij. Dan dragen jullie een kindje op. En volgens mij, als ik het even heel simpel vertaal, is dat de evangelische manier van een kindje dopen. Leg ik het dan goed uit? Ja, dat is goed te vergelijken. Kijk, wat je met dopen doet, is dat je als het ware jezelf of je kind toevertrouwt aan God. En zegt, nou, die hoort erbij. Hè? Dat is dan, nou, dat vraag ik ook aan God om dat zo te zien. Of hem op te dragen. En wij noemen dat geen dopen, omdat dopen in onze traditie meer vanuit een eigen keuze gebeurt. Dus bij ons is de traditie meer dat je als volwassene of als jongvolwassene je laat dopen. Maar die gewoonte om als gemeenschap een kind ook te omarmen, letterlijk en figuurlijk, en het bij God te brengen, dat doen we ook. Maar, dat gaan we zondag doen. Maar Mark, wat gebeurt er dan als er niet gedoopt wordt? Er gebeurt niks anders of niks vreemds. Of ook als een kindje niet opgedragen, er zit niet iets achter dat er dan dingen misgaan of zo. Het is een symbool met wel de werkelijke waarde dat we geloven dat we contact kunnen hebben met God. Dat als we een kindje opdragen, dat God ook zijn zegen kan geven. En we bidden om wijsheid voor de ouders in de opvoeding. Mm-hmm. En op een later moment, als iemand kiest om met God te willen leven, dan hoort er de doop bij als een duidelijk teken om dat ook te bevestigen. Ja, precies. Ja. Bij de PKN-kerken doe je dan belijdenis. Ja, ja, nou ja, ja, maar de doop kun je niet meer ongedaan maken als je 18 bent. Nee, maar als je belijdenis doet, dan kun je zeggen van, ik sta daarachter, ik vind dat fijn dat mijn ouders dat toen gedaan hebben en ik ga op datzelfde pad, wil ik verder gaan. Je zei het al even, we gaan ook dan vertellen wat we gaan doen als kerkelijke gemeente. Wat zijn jullie plannen? We hebben een paar dingen. Kijk, natuurlijk is de praktische kant het beste weer even zoeken. Wij gaan weer in de kerk samenkomen. We blijven het wel streamen, zoveel mogelijk. Om gewoon ook de mensen die niet naar de kerk kunnen komen vanwege klachten of omdat ze zich in een risicogroep voelen, om die ook erbij te houden. En we gaan inhoudelijk een thema uitwerken. Dat noemen we de vrucht van de geest. Mensen die de Bijbel een beetje kennen, die kunnen die term wel herkennen. Eigenlijk zijn dat een gedeelte uit het Bijbelboek Galaten, waar in één hele korte zin eigenlijk een soort karakterbeschrijving staat van wat het betekent, wat er met je gebeurt als je met God leeft, of als je gelooft, of als je Jezus volgt. En dat zijn negen woorden: liefde, vreugde, vrede, geduld,
vriendelijkheid, nou, nog een paar. Dat soort woorden die heel erg gaan over je karakter en wie je bent als mens. En die de uitwerking zijn van nou, wat God in je leven doet. En we gaan het komende seizoen elke maand één zo'n thema pakken en dat uitwerken. Dus we gaan ongeveer 2 zondagen per maand rond dit thema aan de slag. Ja, ja, en zondag nou, maken we even een overzicht van het hele verhaal. En ja. De achtergrond van die, nou, wat er in de Galaten staat, ligt het allemaal toe. Nou, bijvoorbeeld ook met elkaar erover praten. Want dat zijn nogal wat woorden natuurlijk. Ja, dan denk ik, nou, is het echt makkelijk altijd, hè? Ja, ja dat, nou ja, de grap is natuurlijk... Het mooie hieraan is, het wordt de vrucht van de geest. De vrucht is natuurlijk iets wat er... Die ontstaat, hè? Dus de interessante vraag is, wat moet je doen om liefde, vrede, geduld in je leven te zien groeien? Om dat voor elkaar te krijgen. Nou, daar gaan we natuurlijk inderdaad over praten. Ja. En deels met preken. En in onze kerk hebben we ook heel vaak groot gesprek. We geven de gelegenheid om mensen om terug te zeggen of met elkaar erover te praten. En dat zullen we ook zondag gaan doen. Okay. Mooi. Mark, mag ik je daarbij veel succes wensen? En bedankt voor je toelichting. Ja, dank. Fijn voor deze gelegenheid. En dank jullie wel. Oké. Okay. Fijne dag. Nou, dan vast een goede zondag natuurlijk. Het was Mark de Boer. Hij is van de Evangelische Rafaëlgemeente in Almere.